had ik talent om te schrijven, over wat ik ondervond aan de lijve. Die tijd daar in het kamp was naar lichaam en geest een ramp. Jaren was hij al snel kwijt, allemaal, gelijk als de anderen, helemaal kaal. Ze wilde je geestelijk kraken door je lichaam pijnlijk te raken. Van landgenoten die klikten en de lui hielen likten. Je barstte van woede voor de ieder op je hoede. Het beulswerk te moeten ondergaan, daar liep je zomaar tegenaan. Je onderging het met een soort van gelatenheid. Dat is hetgeen wat me nu nog spijt. Je bleek er totaal geen verzet. Je gewoon, je onderging het. Heb je eigen zoiets kunnen laten doen? Was het de angst voor een duide schoen? Je wilde niet laten breken door het gemene. Ja, ja, ik weet het. Het is al lang geleden en achter de rug. Maar het komt telkens in je gedachten terug. Je denkt er telkens weer aan. Dan zie je alles weer voorbij gaan. Zoals de dikke herwolf. Met zo een stem als zijn baas Adolf. Met zijn mulderende stem van kom hier. Om jou te kunnen slaan was zijn grootste plezier. Je moest voorover staan met je handen op de kruk. Dan kon hij je zo je beter raken, zo gebukt. Kroop je in een van pijn, sloeg hij tussen je longen, zo werd je voor hem in de juiste positie gedrongen. Je moest meetellen, vergis je niet, wat een pijn die kerel je lijden liet. Dat kon dit keer 25 in getal. En dan sta je niet meer zo pal. Vraag je mij, hoe kom je in zo'n kamp terecht? En nou, dat is simpel en eenvoudig gezegd. Voor het minste vergrijp was je al kamprijp. Een Italiaanse jongeman kreeg haar slagen, riep hij om zijn man. In de winter werd je in de bunker gezet. Ja, zonder jas, hoed, jas of pet. Dat was in de tijd van toen. Wat kon je en wat moest je doen? Ze waren er vele dingen. Als ik eraan denk, kan ik nu met mijn handen wringen. Dat misschien nog vervolgen.